Goedendag, ik ben Marino Jackson en mijn kerstboodschap luidt als volgt. Wees lief en aardig voor de mensen om je heen. Zorg ervoor dat je deze dagen doorbrengt door veel meer te geven en eigenlijk niks terug te verwachten. Laat het licht van kerstmis naar buiten schijnen. Toch, we zijn aan het eind van het jaar gekomen en het is een jaar geweest vol uitdagingen. We hebben COVID-situatie gehad, de economische situaties, maar we staan er. Laten wij met z'n allen deze periode doorbrengen met onze geliefden, onze buurt, onze organisaties. Laten we goed nadenken over het afgelopen jaar. Om te kijken welke situaties hebben ons sterker gemaakt. In welke situaties hadden we anders moeten handelen. Want alleen op die manier kun je natuurlijk een betere versie van jezelf worden. We staan aan de vooravond van 2022. Een jaar dat met zich mee zal brengen een aantal kansen. Maar zeker ook uitdagingen. En daarom moeten wij als natie, als gezin, als buurt dichter bij elkaar gaan groeien. Want alleen wanneer we één vuist vormen, kunnen wij elke uitdaging aan. Laten wij deze periode vooral de families die het zwaar hebben niet vergeten. Zoals er een aantal gezinnen zijn waarbij de tafel gedekt is met een heleboel lekkernijen, zijn er ook families waarbij de kinderen niet weten wat ze moeten eten. Laten u en ik kijken hoe wij daar een handje bij kunnen dragen. Zodat we met z'n allen natuurlijk ook deze periode op een hele mooie manier te einde kunnen brengen. Laat het licht van kerstmis altijd blijven schijnen. En tot slot wens ik ieder vrolijke, gezegende, maar bovenal veilige feestdagen toe. En natuurlijk het allerbeste in het nieuwe jaar.